Het zou daar aan de stadsrand van Heerlen, wat de lieve jeugd noemt, een lekker fikkie geworden zijn, als de patrouille van de eerste Nederlandse vrouwelijke politie er niet bijgekomen was. Een der kleine pyromanen voelde niets voor die eerste kennismaking met de zwakke arm van de wet. De andere brandstichter eigenlijk ook niet. Maar hem zonk de moed in de schoenen. Verslagen luisterde het manneke naar een strenge vrouw die hem wees op het gevaar dat spelen met vuur oplevert. De bescherming van de kinderen tegen zichzelf en tegen de wereld om hen heen is wel de hoofdtaak van de vrouwelijke agenten van Heerlen, die onder meer op de stedelijke scholen verkeerstheorie onderwijzen. De jongens en meisjes bewijzen dat ze toegewijd geluisterd hebben naar hun geuniformeerde lerares, die buiten schooltijd op straat is om de jeugdverkeersbrigades bij te staan. Zelfs de stoerste verkeersjongen heeft het in al die drukte wel eens moeilijk. En dan is de hulp van zo'n moederlijke agenten een hele ruggensteun. Kennis van zaken, tact en overwicht zijn de enige wapenen van deze agenten. Om voor hun taak een maximum aan zelfvertrouwen te krijgen, moeten ze een judo-opleiding volgen. Ze leren hier tevens mee hun mannetje te staan en zo nodig te vloeren. Evenals hun collega's gaan thans elke dag de drie nieuwe agenten, die heus niet bang voor de spiegel hoeven te zijn, de straat op om te surveilleren. In korte tijd hebben ze het respect van de jeugd en het vertrouwen van hun meerderen weten te verwerven.